Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben wakker geworden. Toen heb ik daarna even gedoucht en mijn haren gedaan. Ik heb echt heel lang mijn haren niet los gedaan. Ik weet nu al waarom. Het is echt zo warm. Zelfs binnen vind ik het echt heel warm met los haar. Lekker gedoucht en mezelf allemaal ingesmeerd met body lotion, alles. En nu ga ik denk ik even een koffietje maken of zo. Trouwens, mijn haar is echt gegroeid, man. Als je het vergelijkt met toen ik in Bali was en zo, het was echt ook hier. Het is echt een stuk langer gelukkig. Dina, wat ben je aan het doen? Kijk, kijk, kijk hoe gemeen ze is. Kijk hoe gemeen ze is. Niet aanvallen, hè? Ja, wat dan? Dina is echt heel stiekem. Maar jongens, het is de derde dag dat ik weiger om naar de supermarkt te gaan voor ontbijt. Een broodje ei wordt het weer. Lekker in de hitte en een eitje bakken. Gelukkig hebben we airco, jongens. Als je naar mijn vlogs kijkt, dan weet je die wel dat ik altijd mijn ei geel plet als ik een ei maak. Ik vind het echt heel lekker. Zo, mijn ontbijt vandaag. Dus ik dacht bij mezelf, als ik vandaag nog iets wil doen, dan moet ik gewoon even op tijd editen. En dan kan ik misschien nog ergens heen. Dus ik heb echt geluk. Ik had mijn koffie gedronken. Toen ben ik gewoon gelijk daarna gaan editen. En nu heb ik me inmiddels klaargemaakt. En heb ik gewoon een planning. Terwijl ik helemaal geen planning had. Dus dat is wel fijn. Dus als ik aan het filmen ben, horen jullie dan mijn airco op de achtergrond? Want hij is best wel luid. Hij werkt heel goed, maar hij is ook best wel luid. Nou, ik zie het wel tijdens het editen. Ik heb echt een heel mooie lipcombo op. Ik heb MAC Whirl als lipliner. Als lipstift heb ik Peach Stock. En nou, overheen heb ik zo'n Kiko lipgloss in dezelfde kleur. En het is best wel mooi gelukt. I love it. Ik heb mijn kleine oorbellen in van Jennifer Fisher. Dat zijn de Samira Huggies. Ik heb een topje aan van de Zara. Die ik gisteren ook aan had. Daaronder gewoon een simpel zwart rokje en sandaaltjes. Niks bijzonders. Maar ik weet ook echt niet meer wat ik aan moet doen. Ik heb 2 bestellingen gedaan bij Zara tijdens de uitverkoop. Dan mag ik eigenlijk niet beklagen dat ik geen kleren meer heb. Zo, mijn video is eindelijk verwerkt. Dat betekent dat ik nu lekker weg kan gaan zonder aan mijn vlog te denken. Het is helemaal compleet en ingepland. Ik heb 2 boodschappen gedaan, jongens. Dan komt hij weer met zijn kar. Jeetje. Goed hoor, Nini. Net is wat actiever. Hey, Kat. Kijk hem wat hij allemaal heeft gekocht. Cola Zero. Oh, Lily's kindje voor de katten. Kom, ik ga jullie voeren. Ze hebben nog niet ontbeten. Zonnig is fel, jongen. Kijk wat ik heb meegenomen. Mijn eigen zonnebrandcreme. Het is zo'n spray van Garnier. Die heb ik volgens mij laatst al laten zien. 50 SPF. Ze zeggen dus altijd, hoe blanker je bent, hoe eerder je rimpel krijgt. Dus daarom, donkere mensen krijgen echt bijna nooit rimpels. Ze zien altijd heel jong uit. Maar, ja, ik ben wel Arabisch. Maar ik ben helemaal niet zo donker. Ik ben eigenlijk best wel licht. Dus, ja, oppassen, man. 50 SPF every day. Eerst even naar mijn auto lopen. Want ik moet daar mijn zonnebril pakken. Ik wil eens een keer de zwarte zonnebril op van Ray-Ban. Die heb ik echt lang niet opgehad. En daarna even naar Nessim's auto gaan. Want ik vertrek vandaag weer met Nessim's auto. Zo, ik heb mijn zonnebril. Kijk, zwarte zonnebril. Veel mooier bij deze outfit. Maar goed, ik baal enorm. Want ik moet nu naar Nessim's auto lopen. En die jongen heeft gisteren zijn auto buiten geparkeerd. Toen we van een bioscoop kwamen. Daar baal ik echt van. Want nu is de auto waarschijnlijk super warm. Oh mijn god, ik ga dood van de hitte. Ik heb de airco echt zo hard op gedaan. Oh my god. Echt de eerste 5 minuten in deze auto waren gewoon echt, echt een hel. Ik zweette me dood. En nu is het heerlijk cool. Nu ga ik even laatste uurtje rijden en dan ben ik... Ik heb niet eens gezegd waar ik naartoe ga, maar ik ga gewoon even naar Twente. We gaan weer lekker terrasjes pakken. Heerlijk weer. Ja, en Rotterdam is ook echt overal drugs. Ik wilde eigenlijk helemaal niet heen en... Terrasjes zijn ook echt mega druk. Gewoon overal mega druk. Strand super druk. Overal waar ik kom zie ik te veel mensen. Dus ik ga gewoon lekker naar een wat rustigere plek. En ik denk dat Twente iets rustiger is ook. Je hebt er echt heel veel plekken waar je naartoe kan waar gewoon echt bijna niemand komt. En dat vind ik gewoon heerlijk. Zo, ik heb mijn koffie gehaald bij de Starbucks. En ik ging stuk, want ik deed mijn bestelling. Toen zei ze warm of koud. Toen zei ik, ja, warm gewoon. Toen zei ze, je bent echt letterlijk de eerste klant vandaag die voor een warme koffie is gegaan. En het is al best wel laat. Vet raar. Iedereen is dus gewoon voor een koude koffie gegaan. In deze hitte, behalve ik. Ik ben weer die weirdo. Godver. Ik heb voor de verandering weer eens bananenkik gehaald. En de sap is gewoon veranderd. Oh my god.
Ik ga huilen gewoon. Zo, ik ben aangekomen. Het is nu bijna alweer 7 uur. Ik moet even snel iets posten voor een campagne. Voordat ik dat vergeet. Dus daar ben ik even mee bezig. Wat ik wil dat jij doet. De bananencake van Starbucks even proeven voor mij. En zeggen of jij vindt dat hij veranderd is. Want ik ben echt zwaar teleurgesteld in het leven. Hij is zo erg veranderd. Alleen moet hij... Alleen moet hij... Ja, dat vond ik dus ook. Ik was echt zo teleurgesteld. En ik dacht het ligt wel weer aan mij. Anders hè? What the fuck? Ik dacht dat het aan mij lag. Kijk jongens, ik heb altijd gelijk. Ik zeur overal over. Als er iets niet goed is, word ik gewoon chagrijnig. Het is tijd nu voor terrasjes. Wat? Het ziet er echt niet uit. Ik vind het ook echt niet lekker ruiken. Holla. Ik ga tanken jongens. Lekker aan de hitte tanken. Wij moeten nog eventjes rijden voor ons terrasje. We hebben even voor onderweg een krentenbol gehaald. Met kaas. Deze is echt zo erg lekker. Ik haal hem echt heel vaak onderweg. En net zien, toen ik nog heel vaak shows had, kocht ik deze ook als ik s'nachts mee moest. Gewoon onderweg bij de tank. Wij zijn aangekomen. We hebben even besloten om naar een Van der Valk te rijden. En er is een hier een mooie. In Apeldoorn. En daar hebben ze een heel mooi terrasje. Dus we dachten, we gaan hier gewoon even zitten. We hebben lopen Google en overal was het echt zo druk gewoon. We hebben ook even gebeld naar Omme. Daar was het helemaal vol. Dus hier ziet het echt heel mooi uit. Kijk. Guys, het terrasje is echt leuk voor Van der Valk. Hier is hier ook echt lekker afgelegen. Het is echt totaal niet druk hier. 4 tafeltjes helemaal vol of zo. Zo, wij hebben tacos besteld. Zonder koriander. Gepofte aardappel met zalm. Gebakken mosselen. En dan krijg je lekker friet bij een groente. Guys, deze Van der Valk is zo cute. Kijk, één keer, ze hebben een roze led. Kijk hoe mooi. Ik ben thuis en oh my god guys, ik ga jullie even wat laten zien. Mijn man heeft opgeruimd. Oh my god, hier lagen echt zoveel dozen. Jullie willen niet weten, hij heeft het helemaal opgeruimd. Ik ben zo blij met jou vandaag, Nes. Ik ben zo blij met jou. Als een paar vlogs terug zei ik dat ik heel graag wil starten met bindweefselmassages. En dat ga ik dus morgen doen voor het eerst. En ik heb echt zoveel zin in. Ik ben echt zo benieuwd wat voor effect het heeft op mijn benen. Want ik ga het vooral bij mijn bovenbenen doen. Want ik heb daar een beetje cellulitis. En dat had ik eerst echt totaal niet. Maar je ziet gewoon met de jaren meer dat echt verandert je lichaam. Vooral als je eigenlijk helemaal niet zoveel sport. Dat wil ik ook oppakken trouwens. Ik heb er gewoon echt zin in. Ik had niet verwacht dat ik dit zou zeggen. Maar morgen ga ik hem in starten. En dan neem ik je mee in mijn journey. Ondertussen, terwijl ik serie kijk. Dit doen. Met mijn onderkin. Heel mooi. Oh. The lazy life. Nu als je echt geen zin meer hebt.
Oh yes.